Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we volledig in de kerststemming. Want komende week is het kerst. En omdat we in de kerststemming zijn, ga ik vandaag wat doen. Ik heb dit kerstboompje van een stukje appel gemaakt. En dat gaan we voeren aan mijn dubia's. Daar ga ik een timelapse van maken. En ik ben heel erg benieuwd hoe snel ze dit op hebben. Ik denk dat de timelapse echt overbodig is, want waarschijnlijk hebben ze het hartstikke snel op. Voor de rest wil ik heel even laten zien hoe mooi ik deze hele kamer heb versierd. En laten we maar heel snel beginnen met de timelapse, waarbij ik ook op de achtergrond wat vertel over hoe het nu gaat met de dubia's eigenlijk. En wat ik van plan ben met deze kweek, waarom ik ze heb, ja, dat ga ik al wel uitleggen. Nou, mijn dubia-kolonie die is nu, ik denk dat ik hem nu al een paar maanden, 2 maanden heb, denk ik. En ze hebben zo'n 100 à 200 werksters. Yo, ik zit echt alsof het een mierenkolonie is. Ze hebben zo'n 100 à 200 individuen eigenlijk. Wat ik voor plan ben met deze kolonie en wat ik nu ook al doe, is gewoon het voeren. Want ik heb natuurlijk de Redrunners. Die voer ik daar voer ik de jongen van. Als kleine. Als kleinvoer. Die zijn eigenlijk de grootte van een kleine fruitvlieg. En daardoor kan ik ze makkelijk voeren aan kleine kolonies. Maar als de kolonies wat groter worden, dan zijn dubia-jongen heel goed om over te stappen. Die zijn net de goede grootte daarvoor. En daarna kan ik grote dubia's voor hele grote kolonies ook nog voeren. Het fijne aan dubia's is dat ze heel makkelijk kweken en dat je niet zit met eierzakjes. Dus dat ze eigenlijk gewoon redelijk makkelijk door kunnen blijven gaan met kweken. Zonder dat je de hele tijd op moet letten dat die eierzakjes wel vochtig genoeg zijn, maar ook niet te vochtig. Want dat is niet goed voor de kakkerlakken en zo. Het worden gewoon goede aantallen. Ik hoop ook echt dat deze kolonie hele grote aantallen gaat krijgen. Dat ik, want je noemt het wel een kolonie, dat is wel een beetje verwarrend. Ik hoop dat deze kolonie hele grote aantallen gaat krijgen en dat ik daarmee ook uiteindelijk kan gaan verkopen zelfs, omdat ik gewoon zoveel heb. Maar ik heb liever te veel dan te weinig, want ik heb gezien met mijn Carabara kolonie dat ik, als je meer voer hebt dan dat ze willen, dan overleef je het en anders dan gaat het gewoon niet zo goed met de kolonie als dat het anders zou gaan. Ik moet zeker nog werken aan deze kweek, want ze moesten bijvoorbeeld, laatst toen was de kweek te vochtig en toen moest ik de kweek weer droger maken. Dat heb ik gedaan met hooi, door hooi in de bak te leggen. Wat wel jammer is dat dubia's heel erg op licht reageren. Ze vinden dat absoluut niet fijn en daardoor, normaal gesproken, zit deze kolonie in het donker. Er zitten eierdozen in waar ze tussen kunnen verschuilen. Maar om nu ze te laten eten en dat te kunnen filmen, moest ik het iets lichter maken. Maar dat is wel de reden dat het nu zo donker is. Want anders dan kan ik dus niet zo goed het mooi in beeld brengen dat ze eten. Maar anders dan komen ze ook niet eten als het te licht is. Dat is wel lastig aan dubia's. Voor de rest vind ik het wel heel gaaf hoe extreem ze eten en hoe extreem ze op dat voer afkomen. Dus Nou, de kakkerlakken die. Wat is die muts gaar, joh? Die muts die kan wel weg. De kakkerlakken die zijn nog lekker aan het eten hier zo. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zelf vond hem heel erg leuk. Fijne kerst allemaal. Volgende week dan hebben we een soort van nieuwjaarsspecial, waarbij ik eigenlijk een beetje de plannen van 2020 door gaan nemen waarschijnlijk. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, te liken en lekker in de reacties commenten. Maakt niet uit wat. In ieder geval, laters.